Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag de eerste video in een reeks op dit kanaal, waarin ik jullie ga uitleggen hoe je beter kan worden in schaken en hoe je kan gaan winnen in schaken. Dat is uiteindelijk het doel. Ik heb vorige week uitgelegd hoe ik zelf een rating van 2000 ELO heb bereikt op chess.com. Alle obstakels die ik ben tegengekomen, hoe ik die heb overwonnen. En hoe lang ik erover heb gedaan om die 2000 ELO te bereiken. En het doel van deze serie is om jullie een beetje te helpen, ook richting, nou ja, uiteindelijk wellicht die 2000 ELO te komen. Maar vandaag beginnen we bij de basis. In deze video ga ik jullie uitleggen hoe je binnen de rating range van 400 tot 800 beter kan worden en meer partijen kan gaan winnen. Dit is echt een video bedoeld voor beginners in het schaken. Ik neem trouwens die rating, die onderste rating van 400, omdat dat de basisrating is op chess.com. Mocht je nou een lagere rating hebben dan 400, is dat ook helemaal prima. Dan is deze video ook voor jou. Het enige dat je voor deze video moet weten is hoe de schaakstukken werken. Mocht je dat nou niet weten, laat het vooral weten in de comments en dan maak ik graag een video over hoe alle schaakstukken in het schaken werken. Maar goed, ervan uitgaand dat je weet hoe de schaakstukken werken, ga ik deze video proberen op te bouwen in een gestructureerde manier. We gaan het eerst hebben over een soort algemene idee die jij kan toepassen om beter te gaan schaken. Bijvoorbeeld, welke tijdscontrole wil je spelen? Hoe vaak zou je moeten schaken om beter te worden? Puzzelen wel of niet? Dat soort vraagstukken kom ik zo op terug. Vervolgens gaan we het hebben over de opening, het middenspel en het eindspel en technieken die je daarin kan gebruiken om beter te worden. En mocht je deze video uiteindelijk nou leuk en leerzaam vinden, vergeet zeker niet een like achter te laten en te abonneren om ook de volgende video's in deze reeks te kunnen zien in je inbox te krijgen. Daarnaast zijn we bijna bij die 1000 abonnees, dus elke abonnee is meer dan welkom om die 1000 te behalen. En als laatste qua zelfpromotie, ik heb sinds kort een BackMe pagina, dus mocht je mij extra willen supporten, dat kan via die pagina. Afijn, laten we het dan nu hebben over hoe jij een betere schaker kan worden in die ELO range van 400 tot 800. Zoals gezegd, beginnen we een klein beetje met wat algemeenheden. Wat zijn nou algemene dingen die jij kan doen waardoor je een betere schaker wordt? Om te beginnen heb ik hier de site van chess.com erbij gepakt. Want de eerste tip die heel cliché is, maar wel belangrijk is om te benadrukken, is dat de beste manier om beter te worden in schaken is om te gaan spelen. Gewoon heel veel schaakpotjes spelen. Dan word je waarschijnlijk vanzelf beter. Dat kan online op chess.com bijvoorbeeld. Dat kan natuurlijk ook in het echt op een echt schaakbord. Ik heb er even eentje bij gepakt. Ik heb hier ook naast mij de schaakstukken staan die erbij horen. Natuurlijk ook wel, ook wel handig. Maar goed, het punt dat ik wil maken is, ga schaken op een of andere manier. De reden waarom ik chess.com aanraad is omdat ze een aantal dingen hebben op hun site die heel erg behulpzaam kunnen zijn. Daar ga ik het zo ook over hebben. Je kan gratis een account aanmaken, je kan gratis spelen. Dus dat is sowieso heel fijn. Het fijne van chess.com en ook andere schaakwebsites, als je het vergelijkt met schaken op het bord, is dat je een schaak elo krijgt. Dat is een weergave van hoe sterk jij bent. Dus als je bijvoorbeeld een elo hebt van 500, dan kom je op chess.com te spelen tegen andere spelers met een soort gelijke rating, die dus ongeveer even goed zijn als jij. En dat is wel heel fijn, want van die partijen leer je vaak het meest. Wat ik bijvoorbeeld had toen ik net begon met schaken, is dat ik heel veel op het bord schaakte, dat ik helemaal nog niet online schaakte. Dat is ook al een tijd geleden al. Ik weet niet of chess.com überhaupt al bestond toen. Maar wat er dan regelmatig gebeurde, dat was dat ik ofwel veel beter was dan mijn tegenstander en diegene steeds versloeg, ofwel veel minder goed was dan mijn tegenstander en ik steeds verslagen werd. Maar op chess.com, als je schaakt tegen spelers met dezelfde sterkte, dan is het meer gelijkwaardig en daar kan je echt goed van leren. De reden waarom ik trouwens chess.com en geen andere schaakwebsite heb gekozen om mijn video's op te baseren een beetje, is simpelweg omdat ik chess.com het handigst vind. Alle functies die je echt nodig hebt, die zijn gratis gelukkig. Er zijn wel bepaalde dingen waarvoor je moet betalen, wil je die gaan gebruiken. Bijvoorbeeld als je veel wilt gaan puzzelen. Maar goed, alle dingen waarvan ik denk dat ze essentieel zijn, zijn gratis. En nogmaals, de site is super handig in gebruik, wat heel fijn is, zeker voor beginnende spelers. Laten we dan gaan kijken naar het belangrijkste op deze website. En dat is uiteraard hoe je daadwerkelijk schaakpartijen kan gaan spelen. Ik zal ook mijn aanraders geven over wat je het beste kunt doen, uiteraard. Oké, als eerste ga je hier linksboven naar spelen. En er zijn twee opties die ik aanraad. Je hebt computer en je hebt spelen. Laten we als eerste gaan kijken naar computer. Ik weet namelijk dat voor sommige beginnende spelers het best wel spannend of intimiderend kan zijn om direct tegen andere mensen te spelen. En dan is dit een heel goede optie. Laat ik als eerste mijn facecam eventjes verplaatsen. Want er zijn allemaal poppetjes hier rechts in het scherm waar je op kan klikken. En daar rechtsboven zie je hun rating. Dus stel je voor, je hebt een rating van 400. Je begint net met schaken op chess.com. Dan kan je bijvoorbeeld tegen Zomer Martin, zo heette deze bot, spelen. En dit zijn allemaal voorgeprogrammeerde, nou ja, schaakcomputers om het zo maar te zeggen, waartegen je kan schaken. Ik raad dit niet per se aan en de reden daarom is dat omdat bots, zoals dat dan heet, niet per se spelen als mensen. Mensen maken heel andere fouten dan computers doen en mensen spelen op een heel andere manier. En het is natuurlijk makkelijker om te oefenen tegen echte mensen, omdat je dan kan leren van je eigen fouten, maar bijvoorbeeld ook van de fouten van je tegenstander. Dus om dat te doen ga je naar spelen.
Je klikt hier op spelen en dan krijg je dit menu te zien. En dit is wellicht de belangrijkste pagina op chess.com, want hier moet je gaan kiezen welke tijdscontrole je gaat spelen. Als je op dit veld klikt, dan zie je alle opties die je hebt. Er zijn zelfs nog meer tijdscontroles. Je kan ook zelf je tijdscontrole invoeren. En wat houdt dat nou in? Stel je voor we klikken op 1 minuut. Dan ga je een partij spelen waarin beide spelers 1 minuut op de klok hebben om de hele partij te spelen. Dat is heel weinig, dat raad ik ook zeker niet aan. Maar even als voorbeeld, je hebt ook 3 minuten. Alles vanaf 3 minuten tot 5 minuten en 2 seconden increment. Dat heet blitz. Vervolgens heb je rapid. En daarnaast heb je ook dagelijks. Dan heb je bijvoorbeeld 7 dagen om 1 zet te maken zelfs. Dus dat is wel erg veel. Oké, ik zei net al increment. Dat zie je bij sommige van deze tijdscontroles terugkomen. Dat zijn de tijdscontroles waar er zo'n streepje tussen staat. Dat betekent bijvoorbeeld in dit geval bij die 1 en 1. Dat je begint met 1 minuut op de klok, maar bij elke set die je maakt, krijg je 1 seconde extra op je klok. Dat kan dus wel handig zijn. En dan is natuurlijk de volgende vraag, welke tijdscontrole is ideaal om beter te worden in schaken? Ik heb daar persoonlijk best wel een sterke mening over. Ik denk dat rapid schaken by far de beste optie is voor beginners, überhaupt voor spelers om beter te worden. En de reden daarvoor is dat schaken gewoon een sport is van de logica. Als je maar 1 minuut of zelfs 3 minuten, 5 minuten op je klok hebt, dan heb je gewoon niet genoeg tijd om over elke set na te denken. En dat is wel wat je wilt doen om beter te worden in schaken. Je wilt dus logica vinden achter de zetten die je speelt. Ik denk als je eenmaal langer gaat dan rapid schaken, dus dagelijks schaken of zelfs 60 minuten schaken, dat dat iets wat overdreven is. Ik zou eigenlijk kiezen uit deze 4. Want je wilt ook niet te veel tijd op je klok hebben staan, want in het begin is dat gewoon simpelweg nog niet nodig. Dus mijn absolute aanrader qua tijdscontrole is zeker weten rapid schaken. 10 minuten, 15 minuten, 20 minuten. Dat is echt een goede tijdscontrole om goed te kunnen nadenken over de zetten die je speelt en een logica te vinden in wat je doet op het schaakbord. Een tweede tip voor beginnende spelers die super belangrijk is in mijn ogen, dat is het maken van puzzels. Je kan puzzels maken uit een boekje, bijvoorbeeld dit boekje, Bobby Fischer Teaches Chess. Of je kan wederom naar chess.com gaan en hier op puzzels klikken. In mijn ogen zijn de bovenste twee opties de beste opties. Puzzels hier zijn simpelweg individuele puzzels die je kan maken. Maar mijn favoriet is Puzzle Race. En waarom vind ik puzzels nou zo belangrijk voor beginnende spelers? Nou, dat komt omdat je heel erg makkelijk basistechnieken kan leren door middel van puzzels. Vooral als het te maken heeft met schaakmat. Ik ben niet zo'n fan van puzzels op een hoger niveau, omdat ze je niet echt leren denken, zoals in een echte schaakpartij. Maar dit is super handig. Bijvoorbeeld hier, een hele typische schaakmat. De back rank mate, zoals het dan heet. De schaakmat op de achterste rij. De pionnen zorgen ervoor dat de koning nergens naartoe kan. En je slaat hier de toren, waardoor dit schaakmat is. Oké, zwart kan de dame opgeven, maar dit is uiteraard schaakmat. In deze puzzel kunnen we simpelweg het paard pakken met de pion. Dat is de oplossing in deze puzzel. Hier hebben we wederom zo'n back rank schaakmat op de achterste rij. Door eerst onze dame op te geven en deze schaakmat te zetten. En zo leer je beetje bij beetje thema's herkennen waarbij je tegenstander schaakmat kan zetten. Nog zo'n voorbeeld waarbij de loper en de dame een team vormen en de koning schaakmat zetten. En zo gaat het maar door. En dit is ook een hele leuke manier met Puzzle Rush, zoals dat dan heet, op chess.com. Om steeds je eigen highscore te proberen te verbeteren en beter te worden in puzzels. En uiteindelijk dus ook beter te worden in schaken en het herkennen van patronen. Dat is eigenlijk het belangrijkste met puzzels, dat je patronen gaat herkennen. Laten we het dan hebben over mijn laatste algemene tip die ik heb voor spelers binnen die rating range van 400 tot 800, maar ook zeker daarboven. En dat is namelijk het bekijken van schaak YouTube video's, van online content, het lezen van schaakboeken. Dat is echt super handig. Ik zal een paar van mijn aanraders in de beschrijving zetten. Bijvoorbeeld het YouTube kanaal van chess.com. Mijn persoonlijke favoriet GM Naroditsky, Gotham Chess, zullen veel van jullie natuurlijk ook kennen. Super handig, die video's zijn super educatief en daar word je gewoon een betere schaker van. Als het aankomt op boeken moet je iets voorzichtiger zijn. Toen ik net begon met schaken en een opening wilde leren, kocht ik deze jongen, deze Euclid the Scotch Game. Ik wilde de Scotch opening leren en ik kocht dat boek. Maar het boek is veel te specifiek. Gaat super specifiek in op lijnen die ik nooit tegenkwam online. Dus dat was een beetje zonde. Maar mochten een paar van jullie tips hebben of leuke boeken weten over schaken voor beginnende spelers, laat het alsjeblieft weten in de comments. Een leuk schaakboek, een goed YouTube kanaal. Dat is altijd handig om te delen ook met anderen. Dus laat het zeker weten in de reacties. Afijn, dat waren een beetje mijn algemene tips voor beginnende schakers in die rating range van 400 tot 800. Ik heb ze hier nogmaals op een PowerPoint diaatje gezet. Ik weet het, ik ben
ben niet het beste in editen. Maar wellicht dat je hier een screenshot van kan maken om het een beetje in je achterhoofd te houden. Maar laten we dan nu gaan kijken naar de specifieke dingen in de opening, het middenspel en het eindspel die jij kan leren om een betere schaker te worden. Ik heb voor het gemak het analysebord van chess.com er even bijgepakt. Want we gaan het hebben over openingen en dit is natuurlijk de basispositie waarmee je een schaakpartij begint. De opening zijn eigenlijk de eerste 5 à 10 zetten in een partij. En hier gelden een aantal belangrijke principes waar ik het vandaag dus een beetje over wil hebben. Het eerste belangrijke principe is het controleren van het centrum. Het centrum zijn deze 4 velden, maar waar je een beetje, nou ja, als algemene regel aan kan houden, is dat hoe verder de velden van het centrum verwijderd zijn, hoe minder belangrijk deze velden zijn, zeker in de opening. Oké, hoe kunnen we nou deze velden controleren en wat betekent dat überhaupt? Het controleren van het centrum betekent dat we ervoor zorgen dat wij onze stukken op deze velden kunnen positioneren en onze tegenstander niet. Dat kunnen we direct al gaan doen met de openingszet. De meest populaire openingszetten, de eerste zetten in de partij, zijn E4 of D4. En de reden waarom deze zetten zo populair zijn, is omdat ze dus direct een veld in het centrum controleren. Belangrijk hier is dat ze niet het veld controleren waar ze op komen te staan, in ieder geval niet de E-pion. Want dit veld wordt niet verdedigd door een van deze stukken, of een van onze stukken, kan ik beter zeggen. Maar deze pion controleert dit veld, omdat de pion schuin slaat. Kan geen enkel stuk van zwart op dit veld terechtkomen zonder geslagen te worden door onze pion. Ook zorgt deze de pion ervoor dat we uiteindelijk bijvoorbeeld ons paard op dit veld kunnen positioneren en dat is heel goed voor ons. De reden waarom we graag onze stukken op dit veld bijvoorbeeld zouden willen hebben of een ander centraal veld, is omdat onze stukken daar veel actiever zijn. Wat bedoel ik daarmee? Stel je voor we gaan kijken naar dit paard en we positioneren het op A3. Dit is een veel voorkomende openingsfout die beginners spelen om zo'n paard in het spel te brengen. Het probleem is dat dit paard 1, 2, 3, 4 velden maar onder controle kan hebben. Als we dat dan vergelijken met dit veld, dan zie je al dat het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velden onder controle kan hebben. 8 velden waar het paard controle over heeft. En je kan je voorstellen dat als je paard in het centrum belandt, laten we bijvoorbeeld, wij noemen dus, laten we zeggen dat we ons paard in het spel brengen en hier kunnen positioneren, dan zie je dat dit paard zowel aan de kant van de tegenstander veel velden onder controle heeft, al deze velden, maar ook veel controle heeft over het centrum en de velden daaromheen. Ons paard is dus veel sterker gepositioneerd in het centrum van het bord en vandaar dat we het centrum onder controle willen houden, ook om te voorkomen dat onze tegenstander zo'n paard op dit veld in dit geval kan creëren. Het controleren van het centrum is dus belangrijk en daarom raad ik aan de partij te beginnen met de zetten E4 of D4 om zo'n veld in het centrum te controleren. Dit geldt ook voor de zwarte stukken. Als je kan, speel dan ook een van deze 2 pionnen naar voren om een veld in het centrum te controleren. En let wel op, stel je voor dat je tegenstander niet een pion in het centrum plaatst, maar bijvoorbeeld naar D6 speelt. Dan kan je ook altijd nog je tweede pion in het centrum zetten om zo al deze velden onder controle te hebben. Het tweede belangrijke principe in de opening is om je stukken in het spel te brengen. En dan heb ik het voornamelijk over de paarden en de lopers. Want ook met deze stukken wil je het centrum controleren. Je kan je voorstellen dat je stukken op die achterste rij gewoon best wel passief gepositioneerd zijn. En als je die in het spel kan brengen, dat ze veel beter gepositioneerd zijn. Een veelgemaakte fout die de beginners zien maken, is dat ze te veel met hun pionnen zetten maken in de opening. Hè? Je kan alle pionnen naar voren schuiven, maar het is het beste om eerst je stukken in het spel te brengen. Een algemene regel is dat je eerst je paarden in het spel brengt en vervolgens je lopers. Maar in mijn ogen maakt dat niet heel veel uit. Je kan bijvoorbeeld je loper in het spel brengen. Dit is een typisch voorbeeld van een manier hoe je stukken in het spel kan brengen. En op deze manier zorg je ervoor dat jouw stukken, ja, een actievere positie innemen op het schaakbord en ook een deel van het centrum controleren. Je ziet dat deze loper een veld controleert, hetzelfde geldt voor het paard. Ook al wordt dit veld ook wel gecontroleerd door deze pion. Maar je ziet in ieder geval dat al je stukken richting het centrum zijn gepositioneerd en een betere positie innemen dan ze hadden op de achterste rij, wat gewoon heel belangrijk is. Het laatste openingsprincipe waar ik het in deze video over wil hebben is wellicht de allerbelangrijkste en dat is om je koning in de opening in veiligheid te brengen. Hoe ziet dat eruit? Eigenlijk gaat het in tegen alles wat ik je tot nu toe heb verteld. Want wat ik zei over de pionnen en de stukken, dat je die in het centrum wilt plaatsen om zo het centrum te controleren, dat geldt absoluut niet voor de koning. Je wilt je koning zo ver mogelijk van het centrum vandaan hebben. De reden waarom, dat is omdat als het spel zich in het centrum gaat afspelen, wat er dan vaak gebeurt, is dat er op een gegeven moment een opening ontstaat in het centrum. Een heel typisch voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Scotch Game, de Scotch Opening, waarbij wit direct de zet D4 speelt.
Zwart slaat, je kan nu naar voren gaan, je kan ook terugslaan. Maar heel veel van het spel gaat zich afspelen in het centrum en ook op deze twee lijnen. En dat wil je natuurlijk niet als je koning daar ook staat. Je wilt in plaats daarvan dat de koning heel veilig aan de zijkant van het bord gepositioneerd is. En de beste manier waarop je dat kan doen, is om direct aan de korte zijde te rokeren. Dit is wat ik aanraad voor alle beginners, om zo snel mogelijk die koning naar de korte zijde te rokeren. Hier moet je wel even de pion verdedigen. Dat kan door het paard in het spel te brengen. We volgen ook alle andere openingsprincipes. Maar als het kan, wil je rokeren om je koning zo in veiligheid te brengen. Onze koning is op dit veld gewoon heel erg veilig en ver verwijderd van alle chaos die zich in het centrum kan afspelen. Als zwart hier bijvoorbeeld niet rokeert, kunnen we gewoon gaan voor de set D4. We breken het centrum helemaal open, kunnen hier terugslaan. En op deze manier, als zwart gewoon niet goed oplet, kunnen we de set E5 spelen, het complete centrum openbreken. En hier is de koning van zwart in heel veel gevaar. Want deze koning kan nu niet meer rokeren naar veiligheid. Al onze stukken, of in ieder geval veel van onze stukken, die richten zich op de koning. Als de koning hier rokeert, verliezen simpelweg de loper. En dit is gewoon super gevaarlijk. Dus vandaar dat je direct in de opening je koning aan de zijkant van het bord wilt positioneren, vaak door kort te rokeren. Dus maak vooral ook niet de fout die ik heel veel beginners zie maken, die ik zelf ook gemaakt heb, om direct voor de aanval te gaan en je dame in het spel te brengen. Direct te gaan voor schaakmat om deze pion aan te vallen en je koning in het centrum te laten. Dit is gewoon heel risicovol. Natuurlijk, soms zal je tegenstander erin trappen en heb je een schaakmat in 3 of 4 zetten. Maar als je tegenstander goed verdedigt, kan het zomaar zijn dat jouw eigen koning in het centrum terechtkomt en er niet meer uit kan ontsnappen en niet meer in veiligheid gerokeerd kan worden. Dus samenvattend, hoe zien al die openingsprincipes eruit en hoe kan jij het beste je schaakpartij beginnen? We beginnen met het plaatsen van één van deze twee pionnen in het centrum. Vervolgens breng je paarden en je lopers in het spel richting het centrum. Ik raad aan om eerst deze twee stukken in het spel te brengen, zodat je ruimte creëert voor je koning om te rokeren. Oké, je wil je loper in het spel brengen. Je moet natuurlijk wel goed opletten dat je deze pion niet verliest. Dus die kunnen we verdedigen door ons paard wederom in het spel te brengen. Maar als zwart ons de kans geeft om te rokeren, doen we dat graag. Ook omdat onze koning er goed beveiligd is door deze drie pionnen, de toren en het paard. En uiteraard proberen we dan dus ons development, zoals dat in het Engels heet, af te maken door al onze paarden en lopers in het spel te brengen. We hebben goede controle over het centrum met al deze stukken. Onze koning is veilig. En op deze manier kunnen we eindelijk gaan denken over het middenspel en hoe we een aanval gaan creëren. Laten we het dan nu gaan hebben over het middenspel. Het middenspel is eigenlijk alles wat er na de opening komt, maar voor het eindspel. Het gedeelte van het spel na de eerste 5 tot 10 zetten, waarin de meeste stukken nog op het bord staan. Er zijn een heleboel verschillende dingen te leren over het middenspel, maar ik ga over een aantal basisprincipes heen die ik denk dat heel belangrijk zijn. Het eerste principe dat ik wil bespreken is een klein beetje een abstract algemeen principe, maar ik denk dat het wel belangrijk is en ik hoop het op een goede manier uit te leggen. En dat eerste principe dat is dat je niet je stukken wilt blunderen. Dat klinkt natuurlijk vrij simpel en makkelijker gezegd dan gedaan, maar hoe kan je voorkomen dat je stukken blundert? Ik denk dat dat super belangrijk is in het schaken en zeker in deze Elo range, omdat heel veel partijen gewoon gewonnen of verloren worden door het blunderen van een stuk. Oké, de manier waarop ik zie dat heel veel beginners hun stukken blunderen, dat is door hun stukken onverdedigd te laten. Ik zal er een voorbeeld van geven, bijvoorbeeld in deze positie, waarin we de opening achter de rug hebben. Onze koning is in veiligheid, we controleren het centrum en onze stukken zijn in het spel gebracht. En de vraag is, wat nu? Oké, het plan dat je wilt maken is een aanvalsplan. Wat je bijvoorbeeld kan doen nadat zwart toren E8 speelt, is de set paard G5 spelen. Dit is een prima set die vol voor de aanval gaat. Onze koning is in veiligheid, dus we kunnen gaan beginnen met aanvallen. Oké, met ons paard en de loper vallen we deze pion aan. Deze pion is maar één keer verdedigd, dus zwart moet hierop reageren. Een set die zwart zou kunnen maken is bijvoorbeeld loper naar E6, maar bijvoorbeeld ook gewoon de toren terugbrengen naar F8 om de aanval af te slaan. En het probleem dat ik heel vaak zie, is dat spelers simpelweg hun paard vergeten terug te halen in zekere zin. Dit paard is hier onverdedigd. Geen enkele pion of stuk verdedigt dit paard. En dat zijn gewoon hele gevaarlijke stukken die je heel makkelijk kan blunderen. Wat ik vaak zie is dat spelers voor een nieuw plan gaan. Bijvoorbeeld hun pionnen aan de damevleugel naar voren schuiven om hier een aanval te beginnen. Nou ja, zwart kan bijvoorbeeld een loper in het spel brengen. We gaan door met die aanval. En wat er uiteindelijk gebeurt is dat zwart op een of andere manier bijvoorbeeld dit paard verplaatst. We gaan door met aanvallen, maar het probleem is, dit paard is niet verdedigd en kan nu geslagen worden. Heel veel spelers zijn heel erg gefocust op een plan en vergeten dan soms dat er een stuk hangt. Dat je tegenstander dat stuk kan slaan.
Dit is nog zo'n voorbeeld van een positie waarin onze stukken niet goed verdedigd zijn en waarom dat super gevaarlijk is. Hier kun je zien dat zowel het paard, de loper, de dame als de toren allemaal niet verdedigd zijn. En als we hier een simpele set maken zoals H3, heeft zwart bijvoorbeeld de set dame D2 om dit paard aan te vallen, de toren aan te vallen en de loper aan te vallen en gebruik te maken van het feit dat geen van deze stukken verdedigd is. Zwart kan nog wel deze set spelen, maar dan verliest het alsnog zijn of haar paard. Dus nogmaals, je wilt echt dat je stukken zo goed als mogelijk verdedigd zijn door pionnen of andere stukken om te voorkomen dat je tegenstander materiaal kan winnen. Een tweede middenspelprincipe dat heel belangrijk is, is de veiligheid van je koning. Dit hebben we natuurlijk al besproken in de opening, dat we onze koning naar de zijkant van het bord willen rokeren uit het centrum. Maar goed, dit geldt eigenlijk ook in het middenspel, maar toch zie ik het heel vaak fout gaan. Een heel typisch voorbeeld daarvan is als zwart loper naar G4 speelt en deze pin creëert. Een pin betekent dat een stuk van minder waarde, nou ja, gepind wordt dus in zekere zin naar een stuk met meer waarde. De dame in dit geval. Dit betekent dat je je paard niet kan verplaatsen. Want als je paard verplaatst, bijvoorbeeld terug, ik noem maar wat, dan verlies je je dame. Dus in dit geval is je paard immobiel. Het paard kan niks. En dit is best wel vervelend. Dus je wilt van deze pin afkomen. En een fout die ik vaak gemaakt zie worden, is dat spelers in eerste instantie pion naar H3 spelen. Dit is op zich geen slechte zet, want als je tegenstander het paard slaat, nou, dan zijn we heel tevreden, kunnen we gewoon terugslaan, hebben geen last meer van de pin. Maar als de loper naar achter gaat, bestaat deze pin nog steeds. Ons paard kan nog steeds nergens naartoe, omdat onze dame in dezelfde lijn staat. Dus een fout die ik heel veel spelers zie maken, een logische zet om te spelen, maar wel een fout, dat is de zet G4. Oké, dit breekt de pin. Het paard is niet langer meer gepind. De loper moet terug naar dit veld. Alleen onze koning is een super onveilig geworden. Er zijn op de lange termijn gewoon heel veel velden rondom de koning die niet meer verdedigd zijn, die eerst wel verdedigd waren. En onze koning is gewoon een stuk zwakker omdat deze pionnen naar voren zijn geschoven. Dus in zekere zin is mijn tip, als je in een middenspel terechtkomt, om deze pionnen voor de koning niet te ver naar voren te schuiven. Een uitzondering is de set H3. Dat kan helpen om je koning ook wat lucht te geven aan deze kant van het bord, op dit veld op H2. Maar je wilt absoluut niet je G-pion, je F-pion gewoon naar voren schuiven en heel veel zwakke velden rondom je eigen koning creëren. Dit zijn in mijn ogen de twee belangrijkste middenspelprincipes in die Elo range van 4 tot 800. Ik weet het, er zijn nog een heleboel andere middenspelprincipes waar ik het nog niet eens over heb gehad en die ook super behulpzaam kunnen zijn. Maar ik denk dat het behouden van je stuk en het veilig houden van je koning gewoon super belangrijk zijn. Nu weet ik dat deze twee principes best wel defensief gedacht zijn, hè? Het behouden van je stuk, het behouden van je koning, niet echt gericht op aanvallen. Maar wat je zou kunnen doen is bij je tegenstander gaan zoeken naar die zwakheden, hè? Dus heeft je tegenstander stukken die niet verdedigd zijn, is de koning van je tegenstander wellicht zwak en kan je daar gebruik van maken? Stel je bijvoorbeeld voor dat je in deze positie terechtkomt met de witte stukken. Zoals je kunt zien zijn al onze stukken goed verdedigd. Ze verdedigen allemaal elkaar. Misschien deze pionnen die wat zwakker zijn, maar oké, het gaat vooral om die grotere stukken. Onze koning is goed in veiligheid, wordt verdedigd door deze drie sterke pionnen en de toren natuurlijk. En als we dan kijken naar de positie van de tegenstander, dan zien we dat de koning heel zwak is. Deze pionnen zijn naar voren geschoven, waardoor er veel zwakke velden rondom de koning zijn. Deze stukken zijn niet verdedigd. Alleen de torens en de dames zijn relatief goed verdedigd. Hier kunnen we gewoon direct gebruik van maken. We kunnen bijvoorbeeld met de dame de zet dame H5 maken om zo vol voor die aanval te gaan aan de koningvleugel. Het kan zelfs met de zet dame D3 om gebruik te maken van die zwaktes rondom de koning. Maar je kan je bijvoorbeeld ook voorstellen dat we hier deze zet spelen, deze loper aanvallen, stukken aanvallen die niet verdedigd zijn. Dit zijn allemaal goede stukken die heel goed zijn voor ons en waar we echt partijen mee gaan winnen. Omdat we dus de goede coördinatie hebben met onze eigen stukken en gebruik maken van de zwaktes die de tegenstander voor zichzelf heeft gecreëerd. Laten we het dan als laatste hebben over een aantal principes in het eindspel. Het eindspel is de laatste fase van een partij waar er vaak nog maar een paar stukken op het bord over zijn. Wat je vaak ziet in deze Elo range van 4 tot 800 is dat er een grote imbalansie is in stukken. Dat komt vaak
Omdat er veel geblunderd wordt in deze Elo Range, zowel door jezelf als door je tegenstander. Dat is ook helemaal niet erg, daar leer je alleen maar van. Dat hoort er gewoon bij, zeker in het begin van schaken. Maar dat zorgt ervoor dat je met grote imbalances in het eindspel terechtkomt. Vandaar dat we het vandaag nog niet gaan hebben over pion-eindspellen of toren-eindspellen, gelijkwaardige eindspellen, dat soort dingen. Dat komt later wel. We gaan het vandaag vooral hebben over hoe je simpele schaakmatten kan zetten in het eindspel. Dit is bijvoorbeeld een eindspel dat je heel vaak gaat tegenkomen als je een pion bijvoorbeeld promoveert. Je wint alle stukken en je komt in deze positie terecht, waarin je een dame hebt en een koning uiteraard tegen de koning van je tegenstander. Ik heb al eerder een video toegewijd aan dit specifieke eindspel op dit kanaal, dus ik ga nu in het kort uitleggen, maar mocht je er meer over willen weten of je begrijpt het nog niet helemaal, klik dan zeker op die video, ik zal een link in de beschrijving zetten. Dus goed, laten we gaan kijken hoe je deze eindspellen effectief en makkelijk kunt winnen. De techniek die ik aanraad en zelf ook gebruik, ik weet niet of je een naam heeft, maar ik noem hem altijd het schaak met het paard. En wat bedoel ik daarmee? Het klinkt een beetje gek, schaak met het paard, want we hebben geen enkel paard op het bord. Maar wat we willen doen, is onze dame een paard afstand van de koning brengen. Oké, wat bedoel ik daarmee? We brengen de dame in dit geval naar dit veld op T5. Dat ook dit veld, dit veld, dit veld, dit veld of dit veld kunnen zijn. Want al deze velden zijn een paard lengte afstand van de koning. Als je dame een paard was geweest, was dit een schaak geweest. Dat willen we bereiken, want vanaf hier is de techniek heel erg simpel. We volgen simpelweg de koning. Stel je voor, de koning gaat naar rechtsonder. Dan gaan wij ook naar rechtsonder. Als de koning naar boven gaat, gaan wij ook naar boven. Als de koning naar rechtsboven gaat, gaan we ook naar rechtsboven. En dit doen we zo tot de koning in de hoek belandt. Als de koning op één van de vier hoekvelden belandt, moeten we oppassen. Als we nu namelijk dezelfde techniek volgen, dan, ja, de paardlengte afstand, de koning volgen, dus hier omhoog gaan, dan is het pad. De koning kan nergens naartoe. En dit is dus een remise. In plaats daarvan, als de koning op een van die hoekvelden staat, willen we onze koning dichterbij brengen. De koning willen we op twee velden van het hoekveld plaatsen. Dat kan dit veld zijn, dit veld zijn, dit veld zijn of dit veld zijn. Het ligt er uiteraard aan waar de koning van de tegenstander zich bevindt. In dit geval bevindt de koning zich in deze hoek, dus willen we de koning hier brengen. Als de koning in deze hoek terechtkomt, dan gaan we dus naar deze hoek. Als hij hier terechtkomt, gaan we hier naartoe. En laat ik een ander kleurtje proberen te maken. Als de koning hier in de hoek terechtkomt, dan gaan we met de koning hier naartoe. Waarom? De koning heeft steeds maar één set, naar onder of naar boven in dit geval. We brengen de koning naar dit veld. En als we die koning daar hebben staan, dan kunnen we de schaakmat leveren met onze dame naar dit veld. Naast de koning, diagonaal naast de koning. En dit is schaakmat. Dit is de techniek die ik aanraad als je in zo'n positie terechtkomt met alleen een dame en een koning tegen een koning. Wat ik aanraad is om deze techniek gewoon een aantal keer te oefenen om hem zo onder de knie te krijgen. Ook dat kan je doen op chess.com. Dit is wel een heel handig hulpmiddel dat ik ga laten zien. Je gaat naar chess.com, je klikt op leren en je gaat naar eindspellen. Vervolgens klik je op schaakmat en klik je op mat met de dame. Als je andere schaakmatten wilt leren, kan dat hier ook, of überhaupt andere eindspellen. Dus hier klikken we op mat met de dame en kunnen we gaan oefenen. Je klikt op start. Ik zal even een voorbeeld geven hoe dat eruit ziet. In dit geval willen we onze techniek toepassen, om het zo maar te zeggen. We brengen onze dame een paard in lengte afstand van de koning. De koning is in de hoek beland, dus we brengen onze koning naar dit veld. Twee velden verwijderd van de hoek, om zo de tegenstander schaakmat te zetten. Dat kunnen we hier ook doen. We brengen de dame een paard afstand van de koning. We volgen de dame tot hij in de hoek is. En deze keer gaan we naar dit veld. Twee velden van de hoek verwijderd. Om nogmaals schaakmat te zetten. En zo kan je heel veel oefenen op deze manier. Laten we dan als laatste gaan kijken naar de trappetjesmat. Een schaakmat techniek die super handig is. Super nuttig is om te weten in het eindspel. Die je kan maken met verschillende combinaties van stukken. Met twee torens, twee dames of een toren en een dame zoals in dit voorbeeld. Het doel is uiteraard je tegenstander schaakmat te zetten, maar het eerste doel is om de koning van je tegenstander zo weinig mogelijk velden tot zijn beschikking te geven in zekere zin. Oké, hoe doen we dat? We brengen hier als eerste de toren naar dit veld op E4. De toren zorgt ervoor dat de koning niet omhoog kan en alleen in dit geval naar onder of naar rechts kan. Wat we vervolgens doen is de dame naar onder brengen. We zetten de koning schaak. De koning kan uiteraard niet naar boven. Al die velden worden gecontroleerd door de toren. De koning kan niet opzij. Al die velden worden gecontroleerd door de dame. Dus de koning die moet naar onder. Oké, hier brengen we de toren naar onder. In dit geval zorgt de dame ervoor dat de koning niet omhoog kan. Al deze velden worden gecontroleerd door de dame. De koning kan niet opzij, al deze velden worden gecontroleerd door de toren, dus de koning moet naar onder. En hier kunnen we onze tegenstander schaakmat zetten, want als we dame C1 spelen, dan zorgt de toren ervoor dat de koning niet omhoog kan.
De dame zet de koning schaak en zorgt er ook voor dat de koning niet opzij kan, waardoor dit schaakmat is. Dit is dus wederom een super effectieve en relatief makkelijke manier om je tegenstander schaakmat te zetten. Werkt dus met twee torens, een toren en een dame of twee dames. Hoe kan je dat nou oefenen op chess.com? Eigenlijk op dezelfde manier als die schaakmat met de dame. We gaan naar leren en eindspelen. We drukken op schaakmat. Hier heb je helaas alleen de optie om te kiezen voor mat met twee torens. Niet met die toren en de dame of twee dames. Maar het principe blijft hetzelfde. Dit is ook de lastigste versie. Ik zal ook nog even uitleggen waarom dit de meest lastige versie is. Wat we hier doen trouwens is dus die schaak zetten. Deze toren controleert deze rij. Deze toren controleert deze rij. We hoeven het dus niet aan de onderkant van het bord te doen. Maar het kan aan alle zijkanten. Want hier hebben we wederom een schaakmat met onze toren. Omdat deze toren al deze velden controleert en de koning niet naar boven kan, of naar onder in dit geval, kunnen we deze schaakmat zetten. Het enige waar we voor moeten oppassen is dat we niet een van onze torens of dames weggeven. Stel je bijvoorbeeld voor dat we hier naartoe gaan om zo de koning naar boven te lokken. We gaan hier naartoe en we gaan simpelweg hier naartoe. Dan verliezen we natuurlijk die toren, dus we moeten er altijd voor zorgen. Ik hoop dat ik hier terug kan trouwens. Even kijken. Oké, ik kan de toren niet meer verplaatsen. Dat is een beetje jammer. Ik heb hier voor de duidelijkheid nog even een soort gelijke positie op het bord staan. Op het analysebord. Om het toch nog even te laten zien. Hier willen we dus niet omhoog gaan met die toren. Omdat de koning onze toren kan slaan. In plaats daarvan schuiven we de toren simpelweg opzij. We willen er gewoon voor zorgen dat de koning niet naar onder kan. De koning verplaatst zich. We zetten de schaak. De koning komt weer dichterbij. We kunnen nu niet deze schaak geven. Dus wat doen we? We gaan helemaal naar de andere kant van het bord. En dat doen we ook met de andere toren. En op deze manier zetten we de koning alsnog schaakmat. Dat was alweer de video voor vandaag. Een complete beginnersguide voor beginnende schakers. Voor die Elo range van 4 tot 800. Ik hoop dat de video een beetje educatief was. Dit is de eerste keer geweest dat ik echt allerlei aspecten van het schaken heb samengevoegd. En er één video over heb gemaakt. Maar mocht ik dingen zijn vergeten of mochten jullie meer willen weten, laat het zeker weten in de reacties. Dan geef ik daar natuurlijk antwoord op. Volgende week komt de tweede video in deze reeks op dit kanaal voor de rating van 8 tot 1200. Maar voor vandaag was dit de video. Dank jullie wel voor het kijken en tot de volgende keer.